een boek dat... een boek dat in ieder geval in een echte oorlog speelt als achtergrond. En ik denk dat ik wel eerder in ieder geval... En het is een boek dat in de recente geschiedenis van ons land speelt. En ik heb al eerder een boek geschreven dat de verre geschiedenis van ons land beschreef. Namelijk met het boek Margaretha over Margaretha van Parma. En dat is midden 16e eeuw. Dat leidde tot het voorspel van de 80-jarige oorlog. Dus daar vind je ook de oorlog weer terug. En ik denk ook dat in al mijn boeken de oorlog, maar dan metaforisch de macht en machteloosheid in een gezin, op een school tussen een rector en een docent die anders wil, er altijd wel strijd is in ieder geval. Het conflict. Het conflict. En ja, als er geen conflict in een boek is, dan wordt het ook niks. Als het alleen maar over geluk gaat, le bonheur ne se raconte pas. Over geluk valt niks te zeggen. Dus er moet een conflict zijn en er moet iets of tragiek zijn, vind ik. Kan je heel kort iets over de inhoud zeggen? Ja, het gaat over twee jonge mannen, twee vrienden, die begin 30 zijn. In het maatschappelijk leven zijn ze leraar Engels in Den Haag. En ze worden in 1939 gemobiliseerd. Ze zijn soldaat, voor hun nummer in dienst dan, maar ze zijn toch vaandrig geworden, reserveofficier. Voor je nummer in dienst, dat zegt tegenwoordig nee, maar dat betekent dus dat je iedere jongeman die gezond was, moest in militaire dienst. Rond 2 jaar, ja. Twee jaar lang. Of 18 maanden, daar ging van je rang af. En zij, omdat ze beide toch gestudeerd hadden, werden ze opgeleid tot vaandrig en later tot tweede luitenant. En komen in 1939 worden zij toegevoegd aan de staf Commando Zeeland. En die staf, daar zat de bevelhebber van Zeeland. En dat was een stafgebouw, het voormalige VOC-gebouw in Den Middelburg. En daar zitten zij. En dan breekt de oorlog uit in 1940. En deze twee mannen krijgen een opdracht om te vervullen. Het is een zeer bijzondere opdracht, die trouwens historisch ook zo gebeurd is. Koningin Wilhelmina was intussen naar Engeland met haar regering in ballingschap en had heel veel geld nodig. Want zij wilde de troepen die nog vochten in en die rondliepen en ronddolden in Zeeuws-Vlaanderen hergroeperen. En dan met behulp van een Frans leger moest Nederland weer snel heroverd worden. Wat natuurlijk heel naïef was eigenlijk. Maar goed, deze twee vrienden gaan met zo'n kleine 5 miljoen gulden in een Citroën op weg naar Duinkerken. En daar zullen ze oversteken. Ze hebben een goed paspoort. Ze hebben goede papieren meegekregen. En zullen naar Londen gaan op die manier en dat geld brengen. Maar deze twee vrienden zijn in het maatschappelijk leven als leraar zijn het vrienden geworden. Maar ook rivalen. Zij begeren dezelfde vrouw. De ene vriend, Oscar, de hoofdfiguur, is zijn vriendin kwijtgeraakt aan zijn vriend. En die is daar ook mee getrouwd en hij is ook getuige daarvoor geweest. Maar hij blijft die vrouw begeren en hij blijft die vrouw willen. Ja, dus dan krijg je de grote oorlog van de volkeren. En die volkeren zijn op drift en, er wordt strijd geleverd en er vallen veel doden. En die twee vrienden voeren hun eigen oorlogje samen op weg met dat geld. Nou, dat is in het kort het verhaal eigenlijk. En waarom werd het dit boek, na al die boeken waarin conflict bij jou leidend was? Ja, omdat ik wel eens van mijn schoonvader had gehoord dat hij in Middelburg officier was geweest. Maar verder zweeg hij er helemaal over, want hij was helemaal geen prater. En hij was ook een man die niet zo gauw goed met gevoelens overweg kon. Dat is overigens een aangename man verder. En op zijn sterfbed kreeg ik een mapje met aantekeningen en met een beschrijving van een tocht die hij gemaakt had. Vanaf Breskens naar Duinkerken. Het gaat niet over dat geld wegbrengen, dat wordt helemaal verzwegen. Maar het is wel een tocht helemaal langs die weg, langs Nieuwpoort, de Pannen, Sint-Idesbald, Zuidkoten. En dan komt hij in Duinkerken terecht. En hij deed dat ook met een missie? Dat weet ik. Het is een heel zakelijk verslag. En hij noteert vooral voor de staf hoe de soldaten alle fortificaties verlaten hebben. Overal liggen wapens. Alle Hollandse soldaten zijn gewoon op de vlucht geslagen. En ook Belgische soldaten. En dat noteert hij keurig. Maar dat heb ik in mijn la laten liggen. Ik dacht, waar moet ik ermee beginnen? En langzaam ging ik ook eens wat over Zeeland lezen. Is het lang geleden? Ja, mijn schoonvader is overleden in 1989.
Hij was 82 jaar toen. En ja, toen heb ik toch zeker wel 3, 4 jaar gewoon niet... Ik was met hele andere dingen bezig. En ik gaf toen ook nog les op school. En... Maar ik las ook wat over Zeeland. En toen begreep ik ook dat Zeeland... Nederland werd capituleerde in 40, op 15 mei. Maar toen bleek dat Zeeland nog doorvocht. Want die generaal Winkelman, die Hollandse generaal... die had geen zeggenschap over die Franse troepen die daar in Middelburg en in Zeeland aan het vechten waren. Ja, en heel veel van die jongens die aan de Grebbelinie lagen en zo, en die andere linies, die trokken naar... Die trokken daar naartoe. Maar naar Zeeland. Die hadden zelf ook het idee dat ze daar de oorlog moesten voortzetten. Zeker, en ook de soldaten die van de P-linie kwamen. En alles kwam via Middelburgs Vlissingen, stak over. Nou, en ze dachten, ja, in ieder geval, daar zitten we veilig. Of daar... Ik heb het heel lang laten liggen. En toen heb ik het over Zeeland gelezen. En dan komt er even een verhaal tussendoor trouwens. Ik ben een groot liefhebber van de Franse auteur Julien Grac. De Franse surrealist. Hij is vorig jaar overleden. Sarkozy zag hem ook als een van de grote Franse leidslieden. Hè. Hij werd heel mooi besproken. Herdacht in ieder geval. En Grac heb ik altijd gelezen, heb ik ook wel vertaald. Dat is een van mijn mannen die mij gevormd hebben. En het leuke is nou dat Grac was vaandrig in het Franse leger dat Nederland de hulp schoot. Dus die teksten van hem, die zijn nu trouwens postuum verschenen, beschrijft hij schitterend sinds Vlaanderen. Maar ook de overtocht met de Nederlandse... of de Zeeuwse stoomvaartmaatschappij, gaat hij naar Vlissingen. Dan komt hij in Middelburg, dan meldt hij zich met zijn compagnie. Wordt doorverwezen naar Zeeuws-Vlaanderen. En daar heeft hij ook echt gevochten. Daar liggen trouwens, er is een begraafplaats bij Capelle, waar heel veel Marokkaanse soldaten liggen. En nu, de derde generatie Marokkaan-Nederland, bezoekt daar hun opa. Die ligt daar begraven, want die zat in het Franse leger. Dat was de kolonie van Frankrijk. Maar op een bepaald moment, die Franse troepen moeten weer worden teruggetrokken, want Nederland verliest helemaal. De Duitsers, die overmacht is veel te groot. Maar deze Julien Grac, die komt met een boerenplunje aan, heeft zijn uniform uitgetrokken. En komt zwervend door Nederland, komt hij in Arnhem aan. Dat is een heel mooi verhaal. En hij brengt de nacht door in het park Sonsbeek, onder de waterval. Een heel beroemd stukje waar ik als kind gespeeld heb. En waar ik ook gedanst heb in het restaurantje daarnaast en zo. En ik wilde hem voor de Haagse Post heel graag interviewen. En hij ontving absoluut geen journalist in zijn huis. Hij woonde in de Rue de Grenelle in Parijs. En ook geen Franse journalist. Is daar iemand binnen geweest? Dus een vrijgezel was het. Dus een hele solitaire heremiet eigenlijk. En toen heb ik een brief geschreven. Zei, ik wil u zo graag spreken. Ik ken uw werk helemaal. Bijna uit het hoofd. En ik ben... Iemand, ik kom uit Arnhem, dus de slag om Arnhem wist hij natuurlijk wel het woord. Hij zei, maar ik heb altijd gespeeld in Sonsbeek bij de waterval. En op dat punt, zei hij later ook tegen mij, mocht ik bij hem thuiskomen. En ja, nu zijn die boekjes net is dat postuum verschenen, want hij vond dat nog niet toen rijp voor een literaire publicatie. Maar in ieder geval, en toen ik dat soort dingen allemaal, ik dacht, oh ja, Grac heeft ook daar in Zeeland gevochten. Ja, en langzamerhand kwam dat verhaal op mij af en zag ik daar een verhaal in ontstaan. En ik moet je wel zeggen dat ik bij dit boek buitengewoon veel schrijfgenot heb ervaren. En waar zat me dat in? Ja, dat is in het feit dat ik nou eens even los was van de school waar ik over geschreven heb, waar ik mijn eigen leven geleid heb. Altijd een belangrijk decor geweest? Een belangrijk decor geweest, hè? In de Suezkade, in de andere boeken en ook in beginboeken. Laatste schooldag is een verhalenbundel. Ook los van mijn origine van thuis, van de kwekerij, van mijn ouders, de religie. En nu had ik opeens het gevoel van... ik weet nu een aantal dingen. Ik heb dat verslag van die schoonvader. En dat is als het ware al een scherf uit de politiek. Maar daar ga ik een mooie parel van maken. Er zit gewoon een verhaal in. En dat kwam naar mij toe. En op een dag ben ik gaan schrijven. Maar toen moest ik wel... Het viel me nog niet mee trouwens. Maar toen ik op een bepaald moment de openingsscène had... namelijk dat de resten van Oscar, van zijn vriend It...
worden overgebracht naar een Frans, van een Franse begraafplaats naar Nederland. Hij wordt herbegraven. En hij komt dan 5 jaar na de oorlog daar naartoe om zijn condolences aan te bieden aan de weduwe. Ziet hij daar die schitterende vrouw staan, want zo begint het verhaal. En begeert haar des te meer. En dan, ja, dan, maar ja, toen zat ik wel met het probleem. Er zijn twee lijnen, hè? Dus het verhaal uit 40, toen die twee jongens op weg gingen, die twee mannen. En later, als de ene vriend komt te overlijden. Die zijn door elkaar gesneden. En, maar goed, voordat dat naadloos gebeurde. Maar op een bepaald moment, en dat vond ik heel bijzonder, had ik nog nooit echt meegemaakt. Had ik het gevoel dat mijn held Oscar al meer wist van wat ging gebeuren en hoe het einde zou zijn dan ik vermoedde. En dus, want ik wist niet hoe het ging aflopen. Want hoe dan? En dat hij op een bepaald moment. Ja, dat, want hij wordt, zoals de Fransen zeggen, een homme d'action. Hij wordt een man van de daad. Hij gaat. Terwijl hij natuurlijk in het maatschappelijke leven. Was hij een bedeesde man. Hij vindt dan wel een vriend. Die vriend is veel flinker en krachtiger. De oorlog brengt hem echt maar tot. Maar in de oorlog verschuift de zaak helemaal. Geeft hem een impuls. Hij wordt een man, denk ik. Hij wordt een man, hij wordt een held. Hij verlost zich van zichzelf. De oorlog longt. Die verlokt hem om zichzelf te worden. En, want hij heeft toch een goede kern in zich. Of een krachtige kern. En bij dat zichzelf worden of zichzelf zijn hoort ook de ontdekking van agressie. Tuurlijk, en geweld. Want er zit een geweldige rivaliteit en wrok natuurlijk namens tegenover zijn vriend die dan toch maar zijn geliefde afgepakt heeft. Hoewel hij toen niet flink was en niet had durven kiezen tussen zijn vrouw en die vriendin. Maar ja, hij wordt een held, hè. En en op dat moment van het boek, als je het leest, dan komt er ook iets koortsachtigs in de zinnen. En, want je voelt aan, er gaat nu iets fataals gebeuren. En ja, goed, als hij die revolver leegschiet, dan moet ik ook zeggen dat ik. Dan schrijft het zich dat vanzelf. Zo even zei je, het was toch nog niet zo makkelijk. Hè? Het was, laten we zeggen, het onderwerp stond volledig los van je persoonlijke leven. Ja. Maar het was toch nog niet zo heel erg makkelijk. Ja. Was het vrijer dan bij het schrijven van knielen op een bedviolen of ander werk? Voelde het vrijer? Ja, ik kon alle kanten op. Ja, ik kon, maar goed, aan de andere kant ben je ook weer gedwongen, als je een decor opzet met twee mannen en die praten met elkaar en die hebben kennelijk zo'n karakter, dan ben je al gedwongen om hen te volgen. Dus ik vind wel dat een schrijver bij elke nieuwe zin die hij schrijft, bij elke nieuwe dialoog die wordt opgeschreven, hij iets meer van zijn totale vrijheid, die hij in het begin heeft bij het lege papier, raakt hij kwijt. En aan het eind gaat het zoals het gaan moet. En dan kan hij niet zoveel meer doen ook. Dan kun je opeens zeggen van ja, ze gaan maar uit elkaar of ze gaan samen in een leuk visrestaurant in Duinkerk eten. Nee, er moet iets gebeuren wat klopt met het hele verhaal natuurlijk en zo. Maar ik vond het wel heel lekker om een keer eens helemaal een verhaal, dat het in Zeeland speelde op het begin, of deels in Den Haag, maar dan toch naar Zeeland en dan naar richting Sluis en dan naar België toe. En dat ik over de grens heen ga. En dan naar Duinkerken, dat is toch een fascinerende. Daar is van alles gebeurd natuurlijk. Ik had nog een andere associatie. Misschien vind je het een zijpad. Je blijkt al eerder in je schrijvende leven een belangstelling voor de 80-jarige oorlog te hebben. Ja. En die is eigenlijk daar in Zeeuws-Vlaanderen als enige deel van Nederland ook het meest zichtbaar. Absoluut. Ik heb aanschouwd nu, want ik heb het land doorkruist. Ja. Ik heb de tocht helemaal van die schoonvader. Het is het meest vergeten deel van Nederland. Ja, maar je ziet daar die heuvel. Ik moet je even zeggen, ik heb een schoonzoon, of eigenlijk de vriend van mijn oudste dochter, die komt uit Nieuwnamen. En dat is een heel klein dorpje.
het echte dorp is ooit verzonken bij het verzonken land van Saaftingen. En daar is een nieuw naam gebouwd. Maar dat is Oost. Dat is helemaal een andere kant. Oost, ja, maar die heeft mij rondgeleid door en laten zien overal waar die van die heuvelachtige, daar lagen de fortificaties van Prins Maurits. De staats-Spaanse linies. Dat precies, al die linies daar en ook die zwervende soldaten. Trouwens, als je hem ziet, die jongen, en ook als je zijn moeder ziet, dan hebben ze hele donkere pupillen. Hebben ze. Dat zijn allemaal nog nakomelingen van Spaanse soldaten die daar geen soldij kregen. En Turkse huurlingen. Een huurling. Dat was internationaal, iedereen die dienst nam in zo'n leger. Maar vooral richting Zuid-Zeeuws-Vlaanderen, richting Artesië vooral, Arras. Dat vroeg ik mij af. Het is een decor. Het is een deel van Nederland waar eigenlijk alle grote oorlogen op ons grondgebied zijn uitgevochten. Ja, nou ja, en die Fransen zelf hoopten ook. Want die Fransen hadden al in 1939 een groot leger, het zevende leger, klaarstaan. Tussen het Nauw van Calais en Duinkerke. En daar waren twee beroemde divisies bij, die hadden ook gevochten in Verdun. Dus hun opa's hadden ook daar gevochten. En nu kwamen nu richting Nederland. Maar toen Nederland werd aangevallen, hoopten die Fransen, we gaan die Hollanders helpen met een flink gemotoriseerd geheel en met flinke compagnieën. Want we gaan het slagveld willen we buiten Frankrijk houden. Dus weer België en weer, of eventueel Zuid-Nederland. Maar goed, dat is dan niet gelukt. Ik dacht nog iets anders toen ik je boek las. Je bent, denk ik, de laatste Nederlandse schrijver die over de Tweede Wereldoorlog schrijft. Ja, het wonderbaarlijk is ook, dat zit ik niet te bedenken. De schrijvers die over de oorlog schreven waren Mulisch en Hermans. Hè, ja. Met hun beroemdste boeken ook. Mulisch zegt van zichzelf dat hij is de oorlog ook, de Tweede Wereldoorlog. Ik was met hele andere dingen aan het schrijven toen zij aan het schrijven waren. Nee, ik ben ook later begonnen. Maar ik ben wel een oorlogskindje. Ik ben van 38. Ik was 6 jaar in 44, 45 zo. Zodat ik net in de eerste was van de lagere school. Maar toen kwamen daar Duitse officieren in. Dus wij moesten in een ander gebouw. Of bij een dokter in. Kwamen in een kamer. Ik kreeg toch nog wel wat lessen zo nu en dan. In Arnhem hebben we het over. Dat was Velp. Okay, ja. En de slag om Arnhem. Of de evacuatie. Arnhem is helemaal geëvacueerd. Het was helemaal leeg. En we hadden ook 18 evacuees in ons kleine keldertje. En mijn vader in de stookkelder had 3 ontsnapte gevangenen ter dood veroordeeld uit het kamp Amersfoort in zijn stookkelder. Mijn vader was trouwens ondergedoken, die was ook een 40er of 38er toen. En mijn moeder bracht dan soep naar beneden, weet ik wel, en dan mocht ik mee. Dus ik heb allerlei leuke aardige herinneringen aan de oorlog. En aardig in de betekenis van dat het spannend was? Dat was spannend en gedetailleerde en heel precieze. Want als kind voel je je veilig. Ja, dat was denk ik. En mijn moeder zei altijd, weet nog heel lang dat ze ook na de oorlog zei, wat ben ik blij dat jij klein bent. Want je zult maar 12 of 15 jaar zijn, al die kinderjongens zitten in de straat op en zo. Hè. Dus zij kon mij nog in huis houden. En ik weet nog heel goed dat onze kwekerij grenzen aan de katholieke begraafplaats. En nog steeds, dat wordt in Knieën ook precies beschreven. En er zijn allemaal gaten door die haag heen. En die begraafplaats lag helemaal vol. De vliegtuigen crashten en er waren er weer 2, 3Duitse soldaten gestorven. En die lagen in een kist, maar er was geen plaats. Dus die kisten stonden gewoon op de grond tussen alle andere zerken door. En op een bepaald moment werden ze ook een beetje onder de begraaf onder de haag doorgeschoven en kwamen dan bij ons op de kwekerij, zag je die kisten staan en dan kwamen ze in de moestuin van mijn vader. En dan zei mijn moeder, ik hoorde nog zeggen, maar papa zei ze, of Jan tegen mijn vader dan, die zo heette, ik heb dit jaar helemaal geen zin in rabarber, zei ze, want er staan die kisten staan daartussen. Dus nou, van die mooie lange, die rode stelen zo. Ja, dus dat zijn allemaal hele. Dus wie weet, kan ik op het laatst van mijn leven nog eens een keer een verhaal over die herinneringen schrijven? Want er zijn er heel veel van. Heeft die oorlog überhaupt in jouw leven een rol gespeeld? Want jij was 7 toen die afgelopen was? Ja, 6, 7. En
Ja, de kwekerij was helemaal verwoest. En we zaten in die kelder en er kwam er weer een voltreffer door het dak heen. En zeiden we van, oh, het is weer een voltreffer. En het was een enorm lawaai. En mijn vader zie ik ook heel vaak met een koffertje in de gang staan. Dat als het huis in brand zou vliegen, ja, dan gingen we de straat op. We zaten vlakbij het bos wel zo. Ja, ik vraag het eigenlijk omdat je eerder ook zei dat conflict zo belangrijk is. Ja, maar er was geen conflict. Niet in het gezin of niet. Mijn herinnering aan die tijd is alleen maar vrolijkheid, een hele kleine lichte opwinding. En mijn vader en moeder, die zie ik heel vaak lachen en zo. En dat was heel, ook met de buren. Iedereen was solidair met elkaar. Er waren ook, de buren waren heel erg links, die weigerden om Oranjefeest te vieren. En op zondag gingen ze juist in de tuin werken, terwijl mijn vader en moeder dan die preken lazen. Maar in de oorlog was iedereen hier op elkaar. En je bracht, mijn moeder kreeg wel het melk van de overkant van de rivier van boerenfamilie. En die deelden zij weer uit en zo. Dus het was eigenlijk een hele bijzondere tijd natuurlijk ook. En ik heb geen nare dingen meegemaakt. Maar wel. Dan kwam er een patrouille soldaten van de Weermacht over onze kwekerij. Van de Bergweg naar de Schoneberg-Singel. Nou, die straten worden ook in het knielen genoemd. En dan, ja, dan op een bepaald moment was er een schietpartij. Ik weet niet waarom. Maar dan lag er op een bepaald moment, zei mijn moeder van, ja, er ligt een dode soldaat in het pad. Maar dat was allemaal, snap je, dus je wens, heel raar was dat allemaal. En er was geen angst of zo. En mijn vader is op een bepaald moment gepakt met een heleboel buren van de straat. Allemaal razzia. Met een razzia. En ze moesten gaan graven, loopgraven in Huissen. Dat is een plaatsje onder Arnhem. En ze zijn 3 weken weggebleven zonder enig bericht. Mijn moeder zit dus gewoon zondagmorgen, op een zondagmorgen zit ze dan thuis met 3 van die kleine kinderen. Ja, de jongste is in 1944 geboren, ja. En mijn vader is weg. Ja, die kan ook doodgeschoten zijn. Maar op een zondagmorgen, het is heel mooi weer. En mijn moeder zit voor te lezen. En we zitten gewoon in de huiskamer. En komt mijn vader langs het pad lopen. Met een zak op de rug. En komt binnen. Mijn moeder helemaal blij en zo. Dus het was een hele andere tijd. Later kwam het preken lezen allemaal. Maar toen was het op zondagmorgen, kwam hij binnen. En in die zak, want ze hadden een koe gevonden. Ze waren ontvlucht. Maar een van die mannen van de straat van Slagersknecht had grote stukken uit die koe gesneden. En die kreeg iedereen mee. En er zat een mes bij om te snijden. En dat was een Tommy-mes. Want dat was namelijk door de Tommy's uitgeworpen om voedselpakketten mee open te snijden. En met dat Tommy-mes heb ik mijn hele jeugd doorgebracht. Ik ben op een moment spoorloos is het verdwenen. Maar met dat, het was een heel mooi een zilveren heft zat eraan. Vlijmscherp. Gewoon een mes. Zo lang maar. En met het mes heb ik mijn hele jeugd landkapertje gespeeld. Je kent dat spelletje wel, hè? Je slaat het mes in de grond en je trekt een lijn en dan is dat stukje van jou. Dus dat was mijn atavistische periode van oorlog voeren en landkapertje doen. Ja, nou goed. Ja, zulke herinneringen. Maar of daar nou een verhaal in zit, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou, misschien niet. Maar wel om het te vertellen vind ik het leuk. En ik moet wel zeggen, mijn eigen opleiding als soldaat. Ik ben ook bij de luchtmacht geweest. 2 jaar. En toen heb ik 2 jaar bijgetekend. Want ik was ook vaandrig, net als mijn schoonvader. Ik was ook luitenant later. En ik kreeg een goed salaris. Ik had een hele mooie kamer. En ik kreeg van de welzijnszorg mocht ik MOA Frans studeren in Arnhem. Dan mocht ik 1 avond per week weg. En dan betaalde de welzijnszorg rijk. Geld was er genoeg voor alles. En het wemelen van het burgerpersoneel. En ik zat naast de kolonel aan tafel, want hij vond mij wel een bijzondere man en ik sprak een beetje Frans en zo. En dan zei hij, ja, ik moet vanmiddag even nog naar Leeuwarden of naar Woensel of naar München-Gladbach voor een boodschap. En dan nam hij een straaljager, een Juul met 2 zitplaatsen. En dan zei hij, wie wilde mee? En dan zag ik de dingen op. En dan vlogen we en ik kreeg een parachute om. Dus dan werd ik even uitgelegd hoe dat ging. Maar goed, dus als officier heb ik ook moeten leren schieten met een pistool. Dat was mijn organieke bewapening. Dus dat zijn wel details die allemaal in het boek wel terugkomen. Want ik weet hoe een pistool uit elkaar wordt gehaald. En die moest je in 8 minuutjes weer in elkaar kunnen zetten. Met al die veertjes en met al die palletjes en zo. Dus dat schieten op zo'n poppetje heb ik ook elke week moeten doen. Om mijn oefeningen bij te houden. Zeg je dat? Mijn schietvaardigheid bij te houden. Dus ja, dus er zit wel heel veel van mijzelf dan toch in zo'n boek. Ja. Nog heel even terug naar Oscar, naar het boek. Graag.
De liefde is helemaal, als je het goed leest, is de liefde helemaal niet onbarmhartig, hè? Als je... Nou, ja... Helemaal niet barmhartig, pardon. Oh ja, ja. Hij is onbarmhartig, ik verspreek me. Hij is wel onbarmhartig, ja. Ja. Maar ja, goed, maar dat maakt de oorlog in hem los, denk ik ook. En, is dat later de oorlog, ja? Ik denk het wel. Kijk, als hij na de oorlog met die vrouw die reis opnieuw gaat maken... Dan heeft hij toch de hoop en de verwachting dat hij haar zal terugwinnen. En... ja, nou ja, goed. In het begin is zij vrij cool en vrij gereserveerd. Maar later ontdooit ze ook en ze stelt vragen van hoe is mijn man omgekomen. En dat zijn natuurlijk wel allemaal een geladen verhaal natuurlijk. Want hij heeft haar man omgebracht. En, aan het eind bekend, als hij haar denkt te hebben, en waarschijnlijk wil ze wel misschien wel verder met hem. En dan overspeelt hij zijn hand als het ware, door in een soort absolute eerlijkheid. En daar hou ik ook wel van. Dat vind ik, een soort absoluutheid in denken en in extase geraken. Maar goed, hij denkt dat hij dat heeft en dan zegt hij wat er gebeurd is. En dan raakte hij haar definitief ook kwijt. En dat past wel helemaal bij mij op een of andere manier. Wat bedoel je daar? Heb je last ervan? Nee, ja. Hoor. Nee. Nee, die Oscar is natuurlijk... Ja, die heeft dan toch iets dat in extase geraakt, in een roes geraken... Dat ken ik zelf, of dat is iets van mij, wat ik in ieder geval heel vaak beschrijf. En het kan hè, wat bij die vader in Knieden gebeurt, er is een mystieke roes bijna. En hij overschrijdt grenzen, waardoor hij ook weer wreed is ten aanzien van zijn medemensen en van zijn naasten. En hier zie je dat hier... Zodra mensen grenzen overschrijden... ja, dan gaat een boek pas spannend worden ook. En dat gebeurt hier ook natuurlijk. Maar ook hier zijn de gevolgen groot. En de gevolgen zijn groot, die zijn in Knielen. Dus die zijn hier ook heel groot natuurlijk. Want daar wordt ook een gezin uit elkaar gerukt en gefragmenteerd. En door de grote liefde van de moeder, van de vrouw... Hè, want het is een liefdesroman, blijft dat gezin... Nou goed, blijven ze wel bij elkaar, maar er zijn allerlei conflicten natuurlijk. En... Ja, ik... Als je het heel goed leest, denk ik dat ook dit boek ook naadloos past in mijn andere boeken. Maar dat ik dan, het is een andere setting natuurlijk. Maar ik vind Oscar een figuur die ook vergelijkbaar is met de hoofdfiguur, met die mooie leraar in Suezkade. Die ook absoluut te werk gaat, die een volmaakte leraar is en zich geheel aan de school geeft. En de school weet geen raad met zo'n man. En hij is een hele goede leraar en de leerlingen zijn gek met hem. En uiteindelijk vernietigt hij zichzelf ook. En er zit wel destructie in mijn personen. Ze kunnen heel lief en teder zijn en ze kunnen ook zichzelf helemaal kapot maken. En op die grens, dat deze jongen is ook bijna... pathologisch is hij bezig natuurlijk. Hè? Maar hij is ook net een gewoon mens. En dat overstijgt hij net weer. Dus ik zit op zo'n grens van... dat kan personages intrigerend maken voor de lezer.